Hallo, hallo. Het is nu bijna voor ons 6 uur voor jullie. Bij jullie is het ongeveer 11 ja. uur. Wij hebben vannacht voor het eerst in ons hotel geslapen. En, hotel? Ja, dat was het zeker. Nee, het was wel flink. Ja, hoe zeg je dat? Het was wel wennen. Ja, het was zeker wennen. En je hoorde ook allemaal mensen praten buiten, ja. Ook allemaal honden blaffen. Maar echt voor... heel veel zwerfhonden. Ja, zwerfhonden lopen hier overal. Oh, er komt een bus aan. Er komt een bus aan, maakt niet uit, we gaan verder. Ja. Vanochtend, toen we wakker werden. Even wachten op de bus hoor. Toen hebben we eerst even ontbeten met z'n allen. En toen hebben we even omgekleed en zo en ons klaargemaakt. En toen kregen we van Samuel een rondleiding. Ja. Door heel de stichting. En toen kregen we ook een rondleiding door het nieuwe gebouw. Ja. En daarna hadden we volgens mij even tijd voor onszelf. Ja, klopt. We hadden ook nog ontbeten. Was ook wel lekker. Oh, dat was brand. Ja, brand. Toen gingen we de kinderen ontmoeten. Dat was hartstikke leuk. De kinderen zijn hartstikke gezellig. Ze zijn heel lief. Ja, het is hartstikke vrolijk om hier te zijn. Ja. We hebben aan het mozaïek gewerkt. Ja, we hebben een ontwerp gemaakt. Ja. En die gaan we nu mozaïeken en die wordt dan opgehangen in de sporthal. Ja. We hebben ook voor de vloer op het speeltuin. Hebben we hebben we ook een ontwerp voor gemaakt. Ja, een schilderij gaan we maken. En we gaan omdraaien denk ik. Oké, ja. Maar daar zijn we nou mee bezig. Nu zijn de andere kinderen de vloer aan het aftepen bij het speeltuintje om zeg maar daarna te schilderen. Ja, en we hebben even denken, wat hebben we nog meer gedaan? Ja, dat is een goeie. Oh ja, we zijn nu. Oh ja, we hebben ook. Dingen bedacht voor de sportdag, volgens mij. Ja. Ja, vanmorgen. Ja, vanmorgen. Dan gaan we allemaal activiteiten doen met de kinderen samen. Ja. Het was vandaag nou eigenlijk gewoon een soort van een beetje verkennen. Een beetje wennen. Ja, gewoon een beetje wennen aan de kinderen. En we hebben nog een rondje door de wijk gelopen. Ja, we zijn ook bij een achterbuurt geweest. Ja. Waar Samuel zei dat het daar hartstikke gevaarlijk was. Ja, daar hingen ook aan de elektriciteitspaal hingen ook allemaal schoenen. Ja, en dat betekent en dat... En dat is dus dat helemaal heel... Actief is in drugs ja, of drugs, zo. Ja. Maar nu zijn we een beetje aan het rondhangen hier bij de stichting. Ja. En morgen is weer een nieuwe dag. Ja, dat was het wel. Ja. Nou, tot morgen.